Goeiedag, goedenavond allemaal. Ja, vandaag was ik een goede dag op de Olympische Spelen. De Belgian Lions gaan deuren naar de finale. Dat is onze hockeyploeg. En ze gaan spelen tegen. Wat was het weer? Bezig dat tegen Australië was. Oké, ja, en Jumi. Maar ja, we zijn naar de finale en ik dacht donderdag dat we de finale gaan spelen met alweer dus een kans op een gouden medaille. Sowieso een medaille in de pocket. Het werd zilver of goud. En onze paardrijdertjes, het zijn er drie, zijn ook door naar de volgende ronde. Deze dat er nog een stuk of 26 deelnemers zijn, dus dat doet dat ook wel behoorlijk goed. En dat is weer een goed nieuws. Ik heb vandaag een beetje een chill dag gehad. Nu een beetje naar het gemak komen. Maar ja, zo moet er ook zijn. Morgen is het weer werken. Nog van de week en naast de week. En dan is het weer een mooi zien. Jeps. Alright. Dus ja, we zijn toch weer naar het kijken. Nee? Mogen over naar de kruisjes zien. Vandaag na een stop van 2 dagen, een weekend, zijn er 6 overledens ten gevolge van corona geregistreerd. Dat zijn er 2 per dag. De laatste loodjes zien. In Holland en in Engeland ziet het er eigenlijk goed uit. Engeland is alles open gesmeten, of bijna alles. En zie je toch een dalende trend van besmetting. De ziekenhuizen valt eigenlijk ook wel goed mee. Dus eigenlijk, dat is extreem goed nieuws. Ja. Vorig jaar zaten we in een steengeleen en nu is het komt lekker goed. Dus ja. We hopen dat een trend werd verder gezet. En dan we gauw weer een keer normaal kunnen doen. Helemaal normaal. Jammer van de festivals. Maar er gaan nog altijd een hoop festivals duren. En dat is vrij goed. Goed. Dus ja, dat is vandaag. Van mij mag het weer zo blijven, mag nog een beetje verbeteren, maar wie dat nu is. En voor de komende, in de loop van de week is het wel nog warmer worden, tot 25 graden, dus man, hopelijk nog een zomer in. Hè? Hey. Allee, things are looking up. Gasten, ja, ik word morgen weer met hopelijk nog betere weer. Salut!